hast du dit beet? Nou, kom op, laat ik kijken. Gooi de broenen. Maar wel even verdelen, hè? Dit is mijn soort, daar kan ik verder niet over praten. Dit is niet een keer. We hebben sparren die in zoekerpoetsjes. We hebben voor die sigarenbandjes. Ja, ik doe dat maar geen. Zullen we de liedjes even laatst letten? Hé? Hey? Pak je die even op. Ja. Kom maar. Ik maak graag wat met in de guiden zetten. Het is heerlijk, je bent even nu de meest kwaai, je zit even bij de guides. Ze stellen je moeilijke vragen, ze binnen net lulk op me, ze binnen net. Nee, ze zijn ook al even bezig. Het is dus een stukje cultureel erfgoed wat ik in ere houden wil. En het ben hartstikke fijne geit. Het is een hele hudde soort. Je hebt er net zo volle tanken op. Ze zijn met sobere geiten, want ze leven het luis boeten. Of leidt als die er is. Het luister is boeten. En dat is iets wat me lukt. En vanzelf ik het oorschok van de dingen. De prachtige mooie Jan die ze op een kap hebben. En de grote baden zitten en de bokkenpruik nog. Dat is het ding wat ik dus heel erg mooi vind. Sorry, ja. Pak die even. Nee, hij was nog even zitten. Is dat nog lust? Dit is mooi, hè? Ja. En jouw paken is er, dus ik gek met de guy. Ja, dat famke, dat is je dan een dag. Soms twee dagen is hier dus even wat. En mijn vrouw die kent ze volle mee, die heeft hernia. En dat famke, dat is gek met paken. En natuurlijk met de geiten. Dat die de hele dag die pielt hij wat bij mijn geiten om. Ja, mooi leven, hè, van mij aan. Ja, schitterend. Dus ik heb ze hartstikke wies met die beestjes. En ja, ze werd er gewoon mee grootgebracht. Dat. Of groot bracht, wanneer ze bij ons is, dan zitten we bij de guide. Nou, dat viel bijna leuk. Jammer, ja, jammer. Eén stukje, hè? Jammer, een stukje. Nou, klaar. Nou, even naar deze. Die is heel leuk, hè? Ja, dat is onvoorstelbaar hoe je soms over geiten praten kan. Wij gaan naar de keurig daar, mijn vrouw gaat er mee, dan hebben we toen geiten. We binnen daar hebben we het hele dag geiten en we komen weer om en hebben we het nu geiten. En dan is het wel eens dat ik zeg, nou ook het verhaal geiten, net bij jaren. Dus ze pakken dat maar even van. Met deze zal ook gaan maar even een paar stapjes achterin. Kom. Wacht. Zullen we het even proberen? Ja, dan heb je het voorbij. Jullie andere weer? Nou, de natuur is zo mooi. Ik ben een hele hoop mensen met die jeugd net, dat is jammer. Natuurlijk een schitterend mooi gezicht om te zien hoe een lampje binnen wordt. En als je dus ziet hoe de mem, de zwarte verhet, hoe het beslikkert en hoe het mekkert gewoon van het leven voor zijn beestje die hij krijgt. Ja, dat is gewoon schitterend. Ik zit er wel eens dan hek een guide met Peer Lampjes en steek het spultje er even bij. En dan zit ik er naar de Sjen en dan zorg ik daar nooit naar de televisie om te eten. Een lief geitje, hè? Ja. Goeie. Hoi. Wat ben je al onderaan? Ja, curry, hè? Curry, conditie, hè? Conditie? Ja, conditie. Maar dus om het
Onder conditie werken met zo'n sigaar erbij? Zeker, dat is het beste met een media. Ja? Dat is je werkwest. Is het jouw werkwest? Tabak. Koffietabak, hè, jouwe. Ja. En wat wie dan krijgt jouw werk? Ik weer baas in tabak. En wat dien jou? Ik deed niks nou. De meesten die in het werk. Ja, zo werkt dat. Ja, goed. Nou, dat is een mooi baantje. Ja, zeker. Dat is al lang een tijdje lien, hè. Maar de liefde voor tabak is nooit futgong? Nee, net helemaal. Dan ben ik geen misselijke sigaar. Nee, ik ben goeie. Ik ben net samen, jongens. En hoe lang doe je erover of zijn hier? Nou, drie kwartier. En dan aan een wc? Nee, valt mooi. Nee, dan moest je horen roken. Oh. Vroeger is van die hele grutten, met green en bled. Dan wist je horen aan het roken. En dan was het lekker en dan was zijn broer een kat. Nou, zo werkt het denk ik. Nee, val wel mooi bij deze. Hoor, ze houden we rap op. Ja, dat was net. Ja. Dan hebben we net zo lang meer. Dus zo ben je ook bezig met de conditie? Redelijk. Maar, als je net door de lange roken, val wel mooi. Hè?